Het Skyline TV-journaal gaat 2 weken lang op zoek naar het culturele erfgoed van Uden en Veghel. Samen met kenners Adriaan Sanders en André Veldhuis trekt onze cameraman door de regio. Zo laten wij u kennis maken met enkele markante plekken en bijzondere monumenten. We lopen nu in de Vorstenburg naar het klooster van de zusters Birgitinessen. Dit is een van de grotere Udense monumenten en ook een van de oudere. Bij dit monument is het nodig om wat meer geschiedkundige uitleg te geven. En ik ga daarbij terug tot rond 1650. De kruisheren die worden uit Den Bosch verbannen, uit de meierij van Den Bosch, en komen naar Uden, waar godsdienstvrijheid heerst. Ze kopen daar, op deze plaats zo ongeveer, een hoeve die ze later uitbouwen tot klooster. Ik sla dan een aantal jaren over en kom rond 1700. De kruisheren hebben inmiddels de Mariaverering gekregen op de plaats waar nu de kruisherenkapel staat. Dit klooster wordt vrij oud en daarom besluiten ze hier niet te verbouwen, maar hun klooster te gaan plaatsen op de plaats waar ze ook de meeste inkomsten hebben. En dat is namelijk het kruisherenklooster. Dit klooster komt op dat moment leegstaan. Zoals gezegd stond dit klooster leeg, maar op een andere plaats in Brabant gebeurde iets heel anders. De zuster Birgitinessen woonde in Koudewater bij Rosmalen. En het werd onder het regime daar steeds moeilijker om daar te blijven wonen. Daarom kochten ze het oude klooster van de kruisheren en in 1713 trokken ze daar naartoe. Ze hebben dat klooster opgebouwd en we kunnen zeggen dat rond 1720 hier een redelijk bewoonbaar klooster staat. Eén ding echter ontbreekt nog voor de zusters en dat is een mooie eigen kapel. Is dat makkelijk gezegd, maar het moet natuurlijk ook betaald worden. In die tijd in het land van Ravenstein worden kerken en dergelijke nog wel eens betaald uit het zogenaamde loterijfonds. En onze landsheer maakt dan ook gelden beschikbaar uit het loterijfonds om hier door de zusters een kerk te laten zetten. In 1739 wordt ermee begonnen. En in 1749 wordt de kapel ingewijd. Ik wil nog één ding kwijt over de zusters Birgitinessen en met name de naam die ze in Uden dragen. De oude nonnen. Waar kwam dat vandaan? Tot het midden van de 19e eeuw waren zij de enige zusters in Uden. Dan komen in 1850 de zusters Ursuline naar Uden. Er komen dus nieuwe nonnen. En u voelt het al, wat waren de anderen aan de Vorstenburg? Dat waren dus de oude nonnen. Dit was mijn bijdrage
aan de Udense monumentjes. Mocht u meer belangstelling hebben gekregen voor monumenten, kom dan ook op zondag 13 september om 1 uur op de hoek van Kerkstraat, Marktstraat en Sint-Janstraat, waar we beginnen met de open monumentenroute in Udense.